Hallo allemaal, ik ben Tine van Via Don Bosco en ik ben vandaag in de Don Bosco school in Kortrijk. Het is vandaag 2 september, de eerste schooldag, en Via Don Bosco heeft daarom een heuse actie gepland in deze school. En ik ga jullie daar naartoe meenemen. Kom maar mee. Ik heb juist 2 jongens gespot. We gaan eens kijken wat zij ervan vinden. Dag jongens, ik heb een vraagje. Hebben jullie enig idee wat er hier aan het gebeuren is? Nee, er lopen hier allemaal enge mannen of vrouwen rond, ik weet niet. Heb je een idee waarom dat zou kunnen zijn? Nee, niet echt. Wie is er blij om terug naar school te komen? Niemand. Oh. We staan hier naast een... raar persoon. Hebben jullie een idee wat dat zou kunnen zijn? Nee, echt geen idee. Ik ook niet. Denken jullie dat het een echte mens is? Denk het wel. Ben je zeker? Ja. Hebben jullie al eens gekeken naar de vlaggen die hier hangen? Ja, nu wel. Wat zie je op die vlaggen? Mensen. Zijn dat allemaal Belgen? Nee. Dat weten we natuurlijk niet. Hebben jullie al eens gekeken naar de vlaggen en de posters die hier hangen? Waarom ik niet, ja. De poster zegt waarom ik niet. Ja, omdat ze in sommige landen geen school hebben en ja. Dus eigenlijk zegt hij, jij mocht naar school, waarom mocht ik dan niet? Campagne willen we het grote publiek bewust maken van het feit dat er anno 2019 nog steeds 265 miljoen jongeren en kinderen niet naar school kunnen gaan. Ik vind dat erg dat er zo weinig kinderen naar school kunnen gaan. Vond je het erg als je het hoorde dat het over 265 miljoen jongeren ging? Ja. Het is een onderwerp waarover moet gesproken worden. Nou. Alle jongeren moeten wel ook een kans krijgen om onderwijs te hebben. Anders kunnen ze alleen geen leuke leven halen of goede leven hebben. Beseffen jullie dan zelf dat jullie dus wel geluk hebben dat jullie naar school mogen komen? Ja, nu wel, ja. Ik ben erg blij dat ik naar school kan gaan. Dan kan ik een goede studiewijziging hebben, een goede diploma krijgen en dan goede werk vinden. Een kleine verrassing voor onze kijkers. De mannen in de morphsuit zijn dus allemaal leerkrachten. Ik zou eens willen weten, jullie mogen terug bewegen ondertussen hoor. Ja, goed zo. Ik zou graag eens willen weten waarom dat jullie het belangrijk vonden om hieraan mee te doen aan deze actie. Voor ons is het een eer om te mogen strijden voor onderwijs, voor iedereen. Ik denk dat onze leerlingen niet goed beseffen hoeveel geluk ze hebben en dat het zeer goed is om het bewust te maken. Wisten jullie zelf dat het over 265 miljoen jongeren en kinderen ging? Dat het aantal jongeren en kinderen zijn die niet naar school mogen komen? Ik had daar absoluut geen flauw idee van en ben een beetje overweldigd, moet ik zeggen. Deze actie die jullie vandaag hier hebben gedaan, maakt deel uit van de grotere campagne van Via Don Bosco. Wat wilt Via Don Bosco bereiken? Wel, enerzijds willen we eigenlijk het grote Belgisch publiek sensibiliseren, dus bewust maken over het feit dat er anno 2019 nog steeds 265 miljoen jongeren niet de kans hebben om naar school te gaan en eigenlijk goed onderwijs te krijgen. 400 miljoen jongeren gaan wel naar school, maar kunnen nog steeds niet lezen, niet schrijven, niet rekenen en hebben eigenlijk tekort aan basisvaardigheden omdat er een gebrek is aan goed opgeleide leerkrachten, goed schoolmateriaal enzovoort. Dus dat willen we absoluut wel belichten. Daarnaast is het ook wel een warme oproep naar onze regering, naar de beleidsmakers, om te investeren in ontwikkelingssamenwerking en te investeren in het recht op onderwijs voor iedereen. Niet enkel hier in België, maar wereldwijd. Het was duidelijk een hele geslaagde actie hier in Don Bosco Kortrijk. Zowel de leerlingen als de leerkrachten als wij van Via Don Bosco zijn enorm blij met deze actie. En samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs overal ter wereld. En ook jullie kunnen helpen. Hoe kan je dat doen? Trek een foto van jezelf in deze houding.
En schrijf eronder hashtag waarom ik niet, als ook de website waarom ik niet.be. Samen voor het recht op onderwijs.